Stel u zelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Filip Regels, 35 jaar, afkomstig uit de gemeente Beveren, waar ik ondertussen 7 jaar schepen ben. Op 26 mei ben ik kandidaat voor de NVA op de 9e plaats voor het Vlaams Parlement. De thema's waar ik me voor wil inzetten zijn economie en de leefbaarheid voor onze bevolking. Het evenwicht vinden tussen die leefbaarheid en die economische uitbreidingen is bijzonder belangrijk. Als ik kan rekenen op uw stem, dan kan u rekenen op mijn volledige overgave de komende jaren in het Vlaams Parlement. Ik dank u. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben een, uh, een kind ja, uit de Vlaams Nest eigenlijk met de politiek uh, groot geworden, zou ik maar zeggen, met de paplepel uh, ingevoerd. Dus uh, ik ben ondertussen van mijn 15 jaar politiek actief, ik ben ondertussen 35 jaar. Ik ben in mijn zevende jaar als schepen ondertussen, dus eh, politiek is mij niet vreemd en is ook natuurlijk voor mij niet de eerste strijd dat ik aanga. Ik ben nu eh, met weer legislatuur als schepen eh, ben ik nu begonnen. Eh, ik heb ervoor eigenlijk alle gelederen van NVA eh, va eigenlijk doorgemaakt: van, van jongere secretaris eh, bij Jong NVA, eigenlijk naar een oprichting van eh, Jong NVA Waasland, Jong NVA Beveren, eh, waar ik zelf ook eh, woon. Uh, dus ik heb ja, elke, elke stap in het rijk eigenlijk uh, doorgemaakt. Dus, uh, en nu, uh, goed, uh, ik was er dichtbij in 2014. Uh, maar de partij heeft me nu de kans gegeven om, uh, om op een strijdplaats te staan voor het Vlaams parlement. Dus uh, ik voel me ook klaar. Ik denk dat ik uh, genoeg ervaring op gedaan heb ondertussen, ook op lokaal niveau. Uh, ook op bovenlokaal niveau, gezien dat wij eigenlijk in een, uh, in een economische topregio van Vlaanderen wonen. Met enorm veel uitdagingen, dus ik denk dat ik de afgelopen jaren uh, genoeg ervaring heb opgedaan uh, en daarmee ben ik uh, blij dat de partij ook uh, voor mij gekozen heeft uh, en mij deze kans uh, heeft gegeven. De uitdagingen zijn bijzonder groot, hè. zoals ik al zei, Beveren uh, ligt aan de linkeroever van de Schelde, uh, waar wij op dit moment uh, met, de grootste, uh, met de laatste ha uh, havenuitbreiding uh, situatie te maken hebben. Uh, lokaal ligt dat zeker niet gemakkelijk. Dat is ook uh, uh, algemeen geweten dat dat, dat, dat moeilijk ligt. Uh, voor de leefbaarheid, voor, uh, voor de mobiliteitsproblematiek. Uh, dus die uitdaging is, is, is uh, redelijk groot. Maar als de uitdagingen groot zijn, dan is, natuurlijk ook, dan is het natuurlijk ook een grote weerschool. Dus uh, dan is het ook interessant om aan politiek te doen. Dus op die manier uh, is het ook uh, op bovenlokaal niveau nu aan het Vlaams parlement, de komende weken trouwens, om daar een voorkeurbesluit in te nemen. Dus uh, ik hoop daarbij te kunnen zijn uh, na de Vlaamse verkiezingen. Dus uh, en ik hoop dat ik daar mijn steentje kan bijdragen met de, met de uh, ervaring die ik ter plaatse heb opgedaan als, uh, als lokaal notaris. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb gekozen voor een quote van uh, Cicero. Uh, en die luidt: uh, Zoals een molensteen alle soorten graan moet kunnen vermalen, moet een sterk karakter eigenlijk uh, de capaciteit hebben om alle gebeurtenissen te kunnen verwerken. Uh, ja, ik zeg het zegt een beetje zelf, uh, maar in de politiek maak je elke dag wel, uh, wel moeilijkheden mee, want anders zou, zou er geen politiek bestaan, denk ik. Dat is de essentie van politiek: is uh, problemen oplossen uh, hoort daar ook bij. Uh, en elke dag uh, is het wel uh, iets dat op je afkomt, dat je moet kunnen oplossen en uh, wat je ook moet kunnen aanvaarden. De uh, moment dat je eigenlijk, uh, je kandidaat stelt op mijn lijst, uh, verkozen wordt, ja goed, dat is een aanvaarding, maar niet verkozen worden dat is natuurlijk ook een aanvaarding. Uh, dus op die manier uh, moet je karakter eigenlijk sterken om in, uh, om, om in dit leven eigenlijk te stappen, om, dit, om, om een politiek mandaat op te nemen om je verantwoordelijkheid elke dag op te nemen, maar zowel. Eh, buiten politiek is er natuurlijk nog een ander leven en daar ook word je elke dag gepaard met, met verschillende zaken. Uh, ik heb de afgelopen jaren heel wat meegemaakt op, op privévlak. Uh, ik bedoel, in, in familiale omstandigheden, ziektes en dergelijke, uh, nogal zware ziektes. Dus ook dat moet je kunnen accepteren. En daarom vind ik die quote van Cicero zo belangrijk. En, uh, gebruik je die ook eigenlijk te pas en te onpas. Uh, en staat die eigenlijk als een, ja, als, moet ik zeggen, als een, een mijlpaal. Voor mij eigenlijk in mijn geheugen gegeven heeft. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik heb er twee gekozen. Iemand lokaal. En dat is uh, oud burgemeester Marcel Van der Haan. Dus Beveren is een deelgemeente. Beveren is een grote gemeente met acht deelgemeenten eigenlijk. Uh, en voor 77 waren die, die deelgemeenten allemaal eigen, hadden een eigen identiteit. Na 77 is die grote gemeente gevisioneerd naar één grote gemeente Beveren. En Marcel van der Ra was toen de, de burgemeester van die grote gemeente Beveren. En was eigenlijk toen al een grote visionair uh, in die zin uh, dat we nu eigenlijk een van de grootste sportparken van, van Vlaanderen hebben. Dat is gevrijwaard van bebouwing. Dus de man heeft met de toenmalige secretaris, die daar ook mede verantwoordelijk was, uh, hadden zij toen al het inzicht om die, om die zone eigenlijk te vrijwaren voor bebouwing omdat het eigenlijk een levensader ging zijn voor die groeigemeente Bever die economisch uh, bijzonder uh, hard ging. Dus uh, eigenlijk ook natuurlijk doordat die bijzonder hard ging, wilden veel mensen in die regio komen wonen omdat ze er ook uh, konden werken. Uh, en zij hebben toen eigenlijk uh, via het structuurplan kunnen vastleggen dat die zone nooit bebouwd zou worden. En als we vandaag een dag, uh, ik woon daar to toevallig eigenlijk uh, in die buurt, uh, er komen duizenden mensen per week sporten, dat is eigenlijk een groene plaats midden in een bebouwd uh, stedelijk gebied. Uh, dus hij had toen al de visie om te zeggen: van oké, okay, dat gebied mag nooit bebouwd worden. Uh, dat was één zijde van, uh, van, van een van de grote zaken die hij gerealiseerd heeft. Anderzijds, de uitbreng van die haven, waar we eigenlijk uh, continu sinds de jaren 60 mee uh, geconfronteerd worden tot vandaag de dag, uh, was hij eigenlijk al de man die in de jaren 70. Uh, met de komst van de petrochemie aan de linkeroever, eigenlijk, de eerste grote industrialisering van het gebied, toen al wist dat het Waasland als één blok aan elkaar moest hangen tegenover Antwerpen, om daar eigenlijk de goede verdeling te krijgen van de financiële opbrengst van die haven, maar ook naar leefbaarheid toe. Er moest een draagvlak gecreëerd worden om die grote industriele uitbreiding op die linkeroever te kunnen realiseren. En op die manier eh, ook de financiële middelen te, te, te kunnen aanwenden om Beveren eigenlijk te kunnen uitbreiden. En hij had dat heel goed door, hij had dat heel vroeg door. Hè. Daarom vind ik hem een groot visionair. Uh, en is hij tot vandaag een dag nog altijd belangrijk voor vele zaken. Uh, en daarom heb ik hem als politiek lokaal figuur, uh, ook al is hij niet van mijn partij gekozen, omdat dat toch uh, heel belangrijk is vandaag een dag. Uh, zijn voetafdruk is nog altijd in Bever is, is nog altijd zeer aanwezig. Dus, uh, uh, internationaal, zal ik zeggen, heb ik uh, Winston Churchill gekozen. Uh, misschien een cliché, ik weet, maar. Uh is een, een man zoals een kat met negen levens, heeft een zeer bijzonder leven, of een zeer, in eerste instantie een zeer bijzonder levensstijl, maar was ook een zeer bijzonder politicus, die eigenlijk diepe dalen en hoge toppen heeft gekend, die minstens evenveel tegenslag dan, dan meewind heeft gehad in zijn politieke carrière, ook bij meerdere partijen eigenlijk, maar die eigenlijk, ja, hoe raar dat het ook klinkt, door een drama, de Tweede Wereldoorlog, zijn carrière eigenlijk kunnen redden heeft. Dus een man die volledig afgevoerd was, die depressief was, die eigenlijk uh, onder de zoden was gestoken, die politiek gewoon afgevoerd was door Jan, door iedereen eigenlijk, zal ik maar zeggen. Die, uh, een onmogelijke, het was onmogelijk dat die man nog ging terugkeren, weer uitgespuut, was niet gewild. Uh, en toch, door zijn kennis en door zijn doorzettingsvermogen, uh, werd hij terug uh, naar boven gehaald. En uh, uiteindelijk heeft hij dan een zeer belangrijke rol gespeeld in de Tweede Wereldoorlog als politicus, als redenaar. Als durver, als doener, uh, vooral met zijn uh, authentieke stijl. Uh, het was niet de meest uh, knappe man zal ik maar zeggen, of de meest, uh, ja, hoe zal ik het zeggen, geletterde man. Uh, hoewel in zijn speeches was er natuurlijk wel iets anders, want het was een enorme redenaar, dus ook een enorme speecher. maar wel op zijn manier uh, liet hem geen uh, geen vest aan doen door iemand anders. En dat vond ik uh, knap aan, de, aan die politicus. Dat je eigenlijk uh, compleet uh, uit het beeld bent en dan enkele jaren terugkomt en toch nog een uh, enorme mijlpaal in je carrière kunt, uh, kunt neerzetten. Dus uh, dat is voor mij een voorbeeld om te zeggen van oké, okay, zelfs na heel zware tegenslagen uh, is er een mogelijkheid om terug te keren zolang dat je maar vastberaden bent, uh, doelstelling hebt, maar vooral ook uh, kennis van zaken hebt. Uh, en dat je in, in een politieke leven een heel dik vel moet hebben, dat je eigenlijk uh, tegen zeer veel bestand moet zijn. En daarom kies ik hem uit. Ik heb ook heel veel van hem gelezen. En daarom dat ik ook wel besef dat het in de politiek heel snel kan keren. En elke jong politicus zou moet, uh, moeten beseffen en weten dat het heel snel gedaan kan zijn. Maar je mag nooit opgeven. Dus dat is uh, wat, ik, wat ik hieruit geleerd heb eigenlijk. Wat zijn uw politieke interesses? Mijn grootste politieke interesses zijn uh, door het feit dat ik eigenlijk in een, uh, in een regio woon die eigenlijk ja, langs de ene zijde geprankt zit tussen de schilden, langs de andere kant eigenlijk uh, uh, niet geprankt zit, maar wel tussen, zit het tussen twee centrumsteden. Dus we hebben heel wat, 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 wat moeilijkheden, uh, of ik zal het niet moeilijkheden noemen, ik zal het eerder uh, uitdagingen noemen. Uh, de havenuitbreiding die ik elke keer toch moet aanraken omdat ze zo belangrijk is voor ons gebied. Uh, anderzijds de mobiliteitsproblematiek, die eigenlijk in Gans Vlaanderen uh, aanwezig is, maar bijzonder rond Antwerpen. Dus ja, wij zijn eigenlijk. De regio Waasland ligt natuurlijk tegen Antwerpen, dus wij zitten elke dag daar ook uh, natuurlijk mee. mee uh, of wij worden er elke dag mee geconfronteerd. Uh, dus economie is natuurlijk. Uh, ik ben schepen van economie in, in de gemeente Beveren, nu ondertussen zes uh, jaar. Dus uh, die economie in Vlaanderen. Wij zijn uh, een, een topregio in, in niet alleen in Europa, maar ook in de wereld. Uh, dus die druk op, op, het, uh, op de levensomstandigheden, levenskwaliteit, woonkwaliteit van onze inwoners, die, uh, die staat bijzonder onder druk. Hè. Dus uh, er is nood aan economische uitbreiding, maar er is ook nood aan bescherming van onze dorpen, van onze mensen, levenskwaliteit, woonkwaliteit. Dus in die zin is het uh, een combinatie van. Ik ben enorm geïnteresseerd in economie, maar ik ben ook enorm geïnteresseerd in de, in de balans vinden tussen die economische uitbreiding en uiteindelijk het garanderen van de leef- en woonkwaliteit van onze burgers. En die, die, die balans vinden is zeer moeilijk, hè, omdat enerzijds ruimte we willen eigenlijk zoveel mogelijk ruimte bewaren in Vlaanderen. Maar anderzijds eh, willen we het wonen goedkoop houden. We willen betaalbaar wonen kunnen aanbieden. Wat ook onder druk staat, omdat ja, hoe minder land, hoe minder grond, eh, excuseer, hoe, minder, hoe minder bouwgrond, ja, hoe schaarser, hoe, hoe duurder. Langs de andere zijde, de, 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 de economische uitbreiding stopt niet. Het gaat bijzonder hard op deze momenten. Elke KMO, grote KMO, industrieel, wil grond bij. Dus die combinatie van die twee, of die, of die uitdagingen om die in balans te houden, en in het midden eigenlijk die bevolking die het allerbelangrijkste is om daar eigenlijk te kunnen garanderen dat die mensen eigenlijk een levenskwaliteit, een woonkwaliteit, een gewone dagdagelijkse leefkwaliteit kunnen, kunnen, be, kunnen bewaren of kunnen behouden. Die is, die is enorm belangrijk. Dus ik denk dat het de komende jaren, zeker ook in het Vlaams parlement, zeer belangrijk is om een goede balans te vinden tussen wat gaan we nu kiezen eigenlijk de komende, de komende 10 à 20 jaar. Een verdere uitbreiding kan niet. Op een bepaald moment stopt dat. We moeten een goede balans blijven vinden. Uh, dus we moeten daar naar oplossingen zoeken, om eigenlijk, uh, zeker in onze regio, om die grote industriële gebieden eigenlijk te, gaan, uh, te gaan bufferen door natuur, hè, door eigenlijk, uh, veel bosareaal bij aan te planten. Uh, in onze regio zijn we er volop mee bezig. Uh, we hebben daar ook grootse plannen voor. Uh, maar ik denk dat dat veel verder moet gaan dan we vandaag eigenlijk al aan het doen zijn. Dus er moeten er enorme investeringen komen. Niet alleen op mobiliteit, niet alleen voor die economische uitbreiding eigenlijk te, kunnen, te kunnen garanderen voor, 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 voor bedrijven, maar ook voor die leefkwaliteit van onze burgers te kunnen garanderen. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik denk dat er veel dingen beter kunnen, maar het is vooral een verhaal van, een verhaal van perceptie. En um, ik ben blij dat ik het misschien eens kan zeggen, als jong politicus, ik ben 35, um, de politiek van de zakkenvallerij en um, vandaag geen politicus heel wat naar zijn hoofd. Um, het, is, het is wat het is, maar het is misschien zo, zo gecreëerd natuurlijk. We hebben heel wat de schandalen meegemaakt de afgelopen jaren over intercommunales en over uh, bedeling van posten en um, <tossimus> over uh, hoeveel mensen daarmee verdienen. In die raden van bestuur en dergelijke, dat heeft natuurlijk geen deugd gedaan aan het perceptieverhaal in Vlaanderen uh, en in uitbreiding uh, natuurlijk in, in heel uh, het land. Dus ik denk dat daar qua communicatie, maar dat, is, dat zal iedereen in deze stoel gezegd hebben, dat communicatie zeer belangrijk is of dat het daar allemaal beter kan. Maar wat is communicatie wat is een goede communicatie? Ik denk dicht bij de burgers staan is de beste communicatie, dat je ze één op één kunt spreken. Maar natuurlijk is dat een onmogelijke zaak om iedereen één op één te kunnen spreken. In je eigen regio kan dat wel. Maar ik denk dat er vooral een perceptie is dat... Zeer negatief is naar de politiek toe en dat die niet zomaar om te buigen valt. Die valt alleen maar om te buigen door dingen te realiseren. En natuurlijk, door de complexiteit van dingen te realiseren vandaag de dag, is het ook moeilijk om een burger te overtuigen dat er effectief veel werk wordt verzet. En daarom buigt je die perceptie niet zomaar om. Ik denk dat we morgen veel sneller en beter moeten kunnen realiseren om te tonen dat er hier elke dag veel werk wordt verzet. Maar door alle procedures die vandaag de dag de uh, revue passeren en, en door alle zaken waar we ongebonden zijn. Um, het duurt het soms heel lang, en dan is het natuurlijk heel moeilijk om een burger te bewijzen: van oké, okay, we gaan oplossingen zoeken voor mobiliteit, we gaan Oosterweel bouwen, we gaan uh, bosuitbreiding doen, enzovoort, enzovoort. Dus ik denk dat daar, um, vooral door de onmenselijk veel procedures dat er vandaag zijn, te weinig. Um, Werk kan getoond worden aan een burger en dat die negatieve perceptie van oh, er wordt eigenlijk weinig gedaan, uh, het is uiteindelijk maar in het parlement, ze zitten er allemaal wel, ze worden goed betaald, maar er wordt te weinig uh, geproduceerd. En ik, ik, moet dat, uh, ik moet dat ontkennen ook op lokaal niveau, op bovenlokaal niveau trouwens ook. Ik weet dat er heel hard wordt gewerkt, maar het komt niet altijd over bij de bevolking en ik denk dat daar heel veel werk is om misschien het verhaal dichter bij de burger te brengen, om meer inspanningen te doen, uh, zelfs vanuit het, van het partijniveau, maar ook boven de partijen heen eigenlijk, vanuit, vanuit het Vlaams parlement, uh, om dat eigenlijk toch veel beter te gaan communiceren op elke manier. En niet alleen de debatten te laten horen, maar ook effectief uh, misschien eens te laten zien wat er eigenlijk effectief allemaal uh, gebeurt uh, op het veld zelf, wat er gerealiseerd wordt. Uh, en niet alleen de cijfers, want cijfers, kan niet, met cijfers kunnen natuurlijk alles bewijzen, maar effectief, wat gebeurt er op het veld? Ik denk dat we die perceptie op die manier wel kunnen aanpakken. Maar dat is een van de, van de allergrootste uitdagingen voor de politiek. En dat zou denk ik iets zijn dat zeer, zeer, of veel veel beter kan van dag. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Dat is moeilijke, een moeilijke vraag om een voorwerp te kiezen in eerste instantie. Uh, want er zijn veel dingen die, dat, ja, goed, die dat belangrijk kunnen zijn voor iemand. Uh, maar ik heb gekozen voor een foto uh, van mijn eerste eetaflegging eigenlijk, uh, in januari 2013. Um, ik heb het geluk gehad. Uh, mijn vader heeft 25 jaar in de gemeenteraad uh, gezeten in Beveren. Dus daarom heb ik lang moeten wachten eigenlijk, om mee te doen aan verkiezingen. En in 2012 was het een raak voor mij, dus ik mocht eigenlijk voor de eerste keer eigenlijk meten aan verkiezingen waar ik zo lang naar uit had gekeken. Dus, en ik had er nog het geluk om op een derde plaats te staan als jongerenreporter van de lokale afdeling. En ik had toen een score van 1142 stemmen wat eigenlijk ook nog, niet, nog nooit gebeurd was, iemand die dat eigenlijk zoveel voorkeurstemmen stemmen van de eerste keer eigenlijk haalde, en zeker niet op die leeftijd, want ik was toen 29 jaar. Dus uh, ja, dat was bijzonder, dat was een bijzonder moment. Ik weet nog dat ik er toen vol spanning stond, met helemaal bezweet. Ondertussen uh, Zeker niet rap onder de indruk uh, of wat er nog een camera zat of niet, dat leerde ondertussen wel. Maar toen uh, weet ik nog dat dat doodsbenauwde momenten waren. Uh, ook omdat ik eigenlijk als schepen uh, de perceptie een beetje tegen had? Ja, een jonge schepen, nog nooit opgekomen, nog niet in de gemeenteraad gezeten. Ik kreeg heel wat. Departementen eigenlijk toebedeeld. Ja, dat waren spannende momenten. En daarom heb ik die foto eigenlijk meegebracht, omdat dat toen ja, eigenlijk de echte start van een politieke carrière was. Uh, Oké, okay, het is op lokaal niveau, maar ik denk dat het belangrijkste niveau van alle niveaus het lokale niveau is. Omdat je denk ik, daar de knippen van het vak leert, je dicht bij de burger. Ik heb van mijn vader altijd geleerd om zo dicht mogelijk bij de burger te staan. Mijn, mijn vader deed uh, politiek van het dienstbetoon. Dus eigenlijk. Effectief de politiek van de jaren 50, zal ik maar zeggen, om, uh, om iedereen eigenlijk ten dienste te zijn. Uh, dus ik weet zeker dat ze op dat moment cr vier waren, dat ik, die rol terug, uh, of dat ik die rol kon invullen, uh, dat mijn vader eigenlijk uh, niet meer kon invullen, dat ik die overgenomen heb en dat ik eigenlijk uh, als schepen eigenlijk, uh, aan bod kwam. En dat ik het hopelijk, uh, ze hebben mij toch bedankt bij de laatste verkiezingen, dus het zal wel goed geweest zijn, maar natuurlijk, uh, je zegt maar zo goed als het laatste moment, zeggen ze altijd. Dus uh, in die zin is die foto voor mij uh, heel belangrijk.